We varen nu wat ruimer, nou is de snelheid wel wat uit, de wind zakt ook een beetje weg, maar net voel je denk ik een knoopje van 8,9. Je voelt toch 5,4, 5,5 knopen aan de wind. En dat was op zich lekker. En ja, dat kan ook eigenlijk niet anders, want er staat op het kleine bootje best wel veel zeil in verhouding. En ja, dat schiet lekker op. Dit is de Café 27 van binnen. Je ziet dat het best wel donker is eigenlijk binnen. Donker houtsoort, maar ook donkere bekleding en niet al te veel ramen. Ik had zelf denk ik wat lichtere kussens genomen, dat zag er wel wat lichter uit. De hoofdschot is open, dat geeft wel een lekker ruimtelijk idee. Bovendien kan je hier ook nog op zitten. Het kombuisje is klein, klein aanrechtje met ook een kraantje, maar ook een voetpompje. Standaard zit er geen fornuisje in, dus als je dat wel zou willen, dan zou je dat zelf moeten knutselen of een dieselplaat nemen of inderdaad even een bunnetje installeren.